50 jaar na de eerste acties blikken we terug op de eisen van Dolomina aan de hand van archiefstukken uit de collectie van Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Op 24 januari 1970 voeren Dolomina's op het Beursplein en hier op de Dam in Amsterdam actie voor gratis crèches. Dit is het blad van Dolomina, heel vet. Evolutie dwarsblad van Dolomina. Ze hadden dus een eigen tijdschrift. En dit is een tekening voor een pleidooi voor gratis crèches. En dan schrijven ze bij de kapper dit eenvoudig te verwerven crèche-idee, haarcrèche. En dan konden ze hun kind in hun haar zo verstoppen. En dat zie je dan hier. Heel grappig. Volgens mij laat het ook heel erg zien dat ze dat Dolomina's op een ludieke, speelse wijze ook dingen brachten. Heel vet. Als het gaat om kinderopvang, dan gaat het in ieder geval stukken beter. Het is nog steeds niet gratis, maar in ieder geval wel op zich toegankelijk. Maar wat echt stukken beter kan, dat is verlof. Mannen in Nederland krijgen nu 2 weken verlof en dat zou echt gelijkwaardiger moeten. Want wat er nu gebeurt is dat door die ongelijke start er niet een eerlijke verdeling van zorgtaken is. En dat kan echt beter.